We gaan naar die situatie in Oekraïne, Lisette. Ja, het was een onrustige nacht in verschillende plaatsen in Oekraïne. Laten we even kijken in Sevastopol, een havenstad aan de Krim bijvoorbeeld. Er waren vannacht raketlanceringen van de Russen. Vanochtend vroeg was dat trouwens. In Gerson, daar werden burgers aangevallen met traangas. Even kijken of we daar ook nog beelden van hebben. Ja, dat zien we hier toch wel heel heftig. En dan hebben we ook Kiev nog. En daar waren eigenlijk de hele tijd vuurgevechten vannacht. En vanochtend. Ondertussen is de situatie in de belegerde havenstad Mariupol echt onhoudbaar geworden. Het Russische persbureau RIA meldt dat inmiddels bijna de helft van de stad in handen is van Moskou. En zeker 100.000 burgers willen zo snel mogelijk weg. Alleen dat lukt niet omdat er onvoldoende veilige vluchtroutes zijn. De Oekraïnse regering heeft dat bekendgemaakt. Volgens president Zelensky is er na wekenlange bombardementen zo goed als niets meer over van de stad. De inwoners die nog wel in de stad zijn, die leven onder erbarmelijke omstandigheden. Er is een tekort aan water, medicijnen, voedsel en ook hulpconvooien komen daar nu niet meer binnen. Westerse journalisten zijn er op dit moment ook niet meer. Dus het is heel lastig om ook een goed beeld te krijgen van hoe de situatie er daar nu precies uitziet. In Kiev, daar zijn nog wel journalisten. Zoals oorlogsverslaggever Hans-Jaap Medessen. Hij is op dit moment daar. Goedemorgen, Hans-Jaap. Goedemorgen. Vertel eens, hoe gaat het daar in Kiev? Nou, de dag is weer op gang gekomen en mensen mogen weer naar buiten, want dat mocht gisteren de hele dag niet. En dan zie je ook, zeg maar, op de weg achter mij best wel veel verkeer rijden. Dat is een soort uitvalsweg richting het zuiden van de stad, waar je nog ook gewoon uit kunt. En ja, we waren net 3 kwartier geleden wat zwaardere explosies, niet heel ver hier vandaan, echt in een soort serie. Daar moet ik nog van gaan kijken wat het precies is. Intussen zien jullie beelden van dat winkelcentrum dat natuurlijk een paar dagen terug vol geraakt is, maar dat wel naar alle waarschijnlijkheid onderdeel was van een militaire locatie. Want ik ben daar toen zelf gaan kijken en daarnaast werden raketten vanuit Oekraïnse posities afgeschoten. En de Russen zeggen daarvan dat daar ook militaire voertuigen stonden. En daar hebben we ook foto's van gezien op internet, dat die daar in ieder geval op een moment hebben gestaan. Ja, en ik hoorde dat de burgemeester hoop blijft houden. Hij heeft gezegd dat in het ergste geval zullen we sterven, maar we zullen ons nooit overgeven. De Russen zullen Kiev nooit binnenkomen. Wat doen dat soort uitspraken met de bewoners daar? Nou, die bewoners die hebben af en toe wel een pep talk nodig, denk ik. Want na al die weken oorlog ben je natuurlijk ook uitgeput als inwoner van deze stad. Ook de mensen die hier achter zijn gebleven, die toch misschien wat, ja, of heldhaftig wil ik niet zeggen, maar die in ieder geval hebben gekozen om hier te blijven vaak. Die slapen ook heel erg slecht met steeds weer die dreiging van wat hier allemaal door de lucht vliegt. Vooral ook juist 's nachts. Dus die horen graag van hun burgemeester dat het of nooit zo ver gaat komen dat de Russen hier naar binnen gaan. Of dat ze dan in staat zullen zijn om hen tegen te houden. Intussen zijn er ook berichten dat er in een kleine plaats ten noordwesten van Kiev de Russische troepen zijn verwijderd uit die plaats. Dat is nog niet helemaal te checken. Maar dat is in Makariv, wel duidelijk, bedoel je, Hans-Jaap? Ja, Makariv. Ja. Dat is net ten westen van Irpin, waar natuurlijk ook heel veel te doen was geweest. Dus, het is in ieder geval duidelijk dat de troepen niet op het punt staan hier naar binnen te gaan. Maar het andere gevaar blijft natuurlijk altijd, ook als de Russen niet, zeg maar, met tanks hier verder naar binnen rijden, echt in de stad, zeg maar, dan heb je nog steeds de mogelijkheid dat hier veel grotere raketten blijven landen. En nog grotere misschien wel. En dat is exact waar de mensen hier in Kiev bang voor zijn. Ja, en dan hebben we gelukkig wel president Zelensky die zegt, stap voor stap gaan we vooruit. Wat kunnen we daaruit concluderen? Ja, we gaan wel vaker stap voor stap ergens vooruit. Maar dan moet je je afvragen wanneer dan die eindstap gezet wordt. En daar leek een paar weken terug juist iets meer optimisme over te zijn, denk ik. Uit beide partijen kwamen toen wat positieve bewoordingen. Daar is ook wel hiervan gedacht, dat is tijdrekken door de Russen, die dan gewoon hun strategische doelen nog willen bereiken, die bepaalde plaatsen willen innemen of kapot maken als dat niet lukt. Dus ja, die stappen, ik ben benieuwd hoeveel stappen dat moeten zijn voordat er, zeg maar, bijvoorbeeld hier tot een normaal leven terugkeert. Dankjewel voor de toelichting, Hans-Jaap Medes. En heel veel sterkte en succes daar. Ik kan me ook voorstellen dat Oekraïne natuurlijk ook graag wil laten zien dat ze er nog, dat ze het nog zien zitten, dat ze er nog denken dat het toch de goede kant op gaat. Jullie doen natuurlijk vanuit het HCSS ook onderzoek naar wat er daar gaande is. Is dat een beetje een beeld wat jullie kunnen onderschrijven?
Ja, we kunnen natuurlijk niet. We hebben niet heel veel meer beeld op die stad dan wat wij uit de berichtgeving krijgen. Maar er is wel behoorlijk wat berichtgeving. Ook van zeg maar militair analisten. Al dan niet gevoed door Amerikaanse inlichtingen. Die tot nu toe redelijk adequaat bleek te zijn. Het is zoals Hans-Jaap eigenlijk beschrijft. Hè. In het zuidwesten is er nog een mogelijkheid om Kiev goed te verlaten. Er lijkt inderdaad, Lisette wees er al op, aan de andere kant van de stad is in ieder geval wat teruggewonnen. Maar het is een heel gevarieerd beeld. Belangrijker is dat vannacht waarschijnlijk Mariupol nu toch wel grotendeels in handen van de Russen is gekomen. En Mariupol is van belang, omdat je dan, als je de kaart weer even voor je voorstelt, en Mariupol ligt in het zuiden. En als ze Mariupol in handen krijgen, dan heb je dus die landbrug tussen, precies, die zie je daar. Dan heb je dus die landbrug naar de Krim. Het wordt dan verbonden, dit weer. En dan wordt het verbonden. Ja. En dat is strategisch en tactisch van belang voor de Russen, omdat ze dan, zouden ze nu wel serieus willen gaan onderhandelen, dan hebben ze ineens een hele grote nieuwe kaart die ze op tafel kunnen leggen. Ja. En waar ze concessies aan de kant van Zelensky voor kunnen terugvragen. En als die stad dan helemaal kapot gebombardeerd is, dat doet er dan niet toe? Het is de tactiek die we hebben gezien in Tsjetsjenië, in Grozny. Het is de tactiek die we in 2016 zagen in Aleppo, in Syrië. Ja, de Russen draaien hun hand er niet voor om gewoon zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. Dat is bijna onderdeel van hun doctrine.